We hebben hier een prachtig boeketje met verlepte rozen. En als dat nog te veel is, dan hebben we hier iets wat nog zieliger is, namelijk de enkele bloem. Het moet echt gewoon liefdeloos in de doosjes. Zitten er genoeg doorntjes aan? Ja. Dat is echt alles wat lelijk is, hebben we bij elkaar verzameld. Er gaan vanmiddag meer dan 100 Valentijnsdagbestellingen de deur uit. Pleurop blijkt voor gefrustreerde cupidootjes een gat in de markt. Als ik de relatie met een knal wil beëindigen, dan moet ik bij jullie zijn. Ja, dan zorgen wij ervoor dat ze een mooi boeketje ontvangen met misschien nog een leuke brief erbij. Het is de bedoeling om eigenlijk je ex duidelijk te maken dat het zo niet langer kan. En waarom breek je alles af? Stomme Vincent, rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw. Als ik poep zie, dan denk ik aan jou. Ik zou je echt met mijn mond openvallen van wie zou dit nou weer naar me toe sturen? En ik zou het gelijk bij het vuil gooien, want in de fase hoeven ze niet meer. Dit is een heerlijk geurtje, de Eau de Poison. En het ruikt naar visolie. Zoals zo vaak begon het allemaal met wat kroegpraat. Dus we moeten het vooral niet te serieus nemen. Wat heb je tegen Valentijn? Ja, niet per se iets tegen Valentijn, maar het is natuurlijk altijd heel erg zoetsappig. En het is leuk om dan gewoon wat anders te doen, wat dan ook goed opgepakt wordt door de mensen. Fijne Valentijn.